Wat een prachtige dag om het nieuwe cabrio-seizoen voor mij te openen. En wat een prachtige auto ook om dat te doen. Want je weet, ik ben MX-5-liefhebber. Ik hou van licht en compact gebouwd. Ik hou van twee zits, open achterwielaandrijving. En dat is precies waar deze Smart 4-2 cabrio aan voldoet. Dit is de MX-5-killer uit de Elzas. Ja, onzin natuurlijk, maar het is wel een heel bijzonder autootje. Een stadsauto die vermaakt is tot een cabriolet. Ze noemt bij Smart zelfs de tri-top. En tri-top betekent drie verschillende standen heeft hij. Hij kan open met alleen dat schuifdak, heb je een groot schuifdak. Tweede stand gaat die achterkant een end omhoog. En als derde kun je ook die dakbalken weghalen. En dan zou het een soort echte cabrio moeten zijn. Nou, ik ben altijd heel voorzichtig met het woord cabriolet. Het mag je niet zomaar weggeven. Is dit nou echt een cabriolet? Moi. Ik voel me niet echt heel open zitten. Aan de andere kant, Fiat noemt de 500c ook een cabrio. Citroën doet met de DS3, moet ik zeggen, ook. En als die Fiat 500c een cabrio mag heten, dit is nog veel meer cabrio. Dus ik laat ze ermee wegkomen. Ja, wat rijden betreft is sowieso zo'n Smart natuurlijk een heel bijzondere auto. Het is een heel klein, ja, nog 1 liter, net niet 1 liter, 3-cilinder motortje wat hier achterin ligt. Er is ook bijna niet bij te komen trouwens als je regelmatig je olie wilt checken. Nou, het is echt 4-6 ingewikkelde schroeven die zwaar vastzitten. Het is heel lastig allemaal. De rest van de vloeistof is er voorin. Dat is iets makkelijker om bij te komen. En voor de rest is het, ja, een heel bijzonder. Je hoort het kleine motortje achter je ronken. Ja, achterwielaandrijving heeft zo'n korte wielbasis. Daar kun je niet zo gek veel mee. Hij beweegt ook een beetje raar over deze as in feite, omdat hij zo'n korte wielbasis heeft. Het is echt een stadsautootje. Daar is hij voor gemaakt. En daar is hij ook goed in. Dat merk je ook bijvoorbeeld. Hij heeft een extreem korte draaicirkel. Dat heeft te maken met natuurlijk dat hij zo'n korte wielbasis heeft. Maar ook met het feit dat de motor achterin zit. Daar kunnen die wielen extreem ver uitslaan. En dat is natuurlijk hartstikke praktisch in de stad. Ook natuurlijk omdat hij zo klein is, mooi in te parkeren in de stad. Daar is hij voor bedoeld. En dat is een beetje een rare combinatie met het cabrio idee. Met zijn 71 pk is het motortje vrij bescheiden hoor. Ook een 0 tot 115,5 seconden en een top van 151. Ja, dat is niet geweldig allemaal, maar ja, nogmaals, stadsautootje. En het leuke is, het onderstel is vrij strak afgesteld, omdat hij lekker over je steentjes dribbelt en je toch een redelijk direct gevoel krijgt. En wat dan weer een beetje tegen dat stadsgevoel is, of moet ik zeggen, eigenlijk wat het in de stad weer minder makkelijk maakt, is dat de boel erg traag reageert vanuit stilstand. Dat wil zeggen, het stop-start systeem. Echt voordat het een keertje wakker wordt, je wilt niet weten. Je staat bij een zijstraat, bij een drukke weg. Moeilijk om tussen te komen. Nou, je ziet een gaatje aankomen. Je gaat op het gas. Dan wordt dat systeem langzaam een keer wakker. Slingert dat motortje aan. Dan denkt die automaat van, mooi, zal ik hem eens in 1 zetten? En dan zet hij hem in de 1 en begint de boel een beetje op te pakken. En dan is het gat lang en breed voorbij. Je moet dus echt flink vooruit denken. En dat is niet zo heel erg stadsauto, moet ik zeggen. Van een heel bijzondere auto om te zien. Al ligt dat misschien ook een beetje aan deze kleurencombinatie hoor. Ik zou trouwens, als je hartje Rotterdam woont, deze kleur niet kiezen, maar dat geheel terzijde. Ik rijd er al een paar dagen mee rond, niet in Rotterdam, en ik word overal nagekeken, nagewezen. Ik heb overal aanspraak. Het is echt een blikvangertje. Een leuke auto dus, maar wel duur. Want als je naar deze uitvoering kijkt, zoals hij hier staat, kost hij 22.500 euro. Dat is een hoop geld voor zo'n klein autootje, wat niet erg praktisch is. Alleen al bijna 4000 euro daarvan zit in het cabrio-systeem, want dat kost hij meer ten opzichte van de dichte. Een hele leuke auto dus, maar wel behoorlijk aan de prijs.